Afgelopen zaterdag was alweer de eerste training. En 3 dagen later staan we op Sportpark de Zoondobbe van de Oeverzwaluwen uit Koudum. Voor de eerste oefenwedstrijd. En die wordt gespeeld tegen de regioselectie van Kaasterdonsleert. Bij de helft gaan we een ander elftal zien, gemixt met spelers uit het eerste en spelers van onder 21. In de eerste helft zien we onder andere Van Ewijk en Haaien. En centraal achterin staan Bogniewicz en Van Beek. En al snel wordt duidelijk dat er veel doelpunten gaan vallen vandaag. Want al in de eerste minuten is het raak. Dit is Arjen van der Heijden, zet die bal voor en daar staat Rami El Hash. Dit is Trustin van het Loo. Maakte zijn eredivisie debuut vorig jaar al. Speelt hij die bal op Arjen van der Heijden. En dan weer terug bij Van het Loo. En hij maakt het beheerst af. En zet Heerenveen op een 2-0 voorsprong. Veel publiek bij de Oeverzwaluwen in Koudum die alles goed voor elkaar hebben. Krijgt die bal bij Demo Koida. Die houdt in. Krijgt die bal vervolgens bij Arjen van der Heijden. Die wacht, hij kijkt en goede bal weer naar Koida terug. En hij zet de ploeg op 3-0 voorsprong. Dit is Pavel Bogniewicz. Ook mooi dat hij weer minuten kan maken na een lang blessureleid. Hier weer Arjen van der Heijden. De hele wedstrijd al levensgevaarlijk met de 4-0 op zijn schoen. En hij maakt het af. En dan staat het inderdaad 4-0. Rami El Hash. Mooi hakje van Koet naar Son op Milan van Ewijk. Ja, en die weet dan wel hoe hij dat af moet maken. Hier weer Koet naar Son. Jaagt ook echt op een doelpunt. Wil nog niet lukken. Ook hier staat hij buitenspel. Maar dan, als de regioselectie een vrije trap mag nemen, gaat het eigenlijk gelijk mis. En is dat toch Gudnason die zijn goaltje meepikt. Komt er nog 1 doelpunt voor de rust. Demo Koida op aangeven van Tom Haaien. Komt hier via de verdediger weer terug bij Haaien. En die maakt er heel beheerst ook zijn doelpunt. En dan zijn er in de eerste helft maar liefst 7 doelpunten gevallen. Dan gaan we de tweede helft in met 2 compleet nieuwe elftallen. En zien we nu ook onder andere Tibor Halilovic, Anas Tahiri en nieuwkomer Mats Keulert. En ook in de tweede helft gaat Heerenveen lekker door met scoren. Hier Tibor Halilovic niet van de bal te krijgen. En hij zet al vroeg in de tweede helft Heerenveen op de 8-0 voorsprong. Vervolgens blijft het maar liefst bijna 15 minuten droog. Hier is Amir Ismail op aangeven van Halilovic. En ook deze jonge aanvaller heeft zijn goal te pakken en zet Heerenveen op 9-0. Dan nog geen 3 minuten later. Hier Tahiri, goede bal op Keulert. Die legt af op Ismail. En zo tekent hij binnen een paar minuten voor zijn 2e doelpunt. Dit is met nummer 39 van Houwelingen. Keeper komt ervoor, maar geeft hem eigenlijk dan weer terug. En zo maakt Van Houwelingen met deze iets wat gelukkige goal de 11-0. Zo worden aan het einde van de wedstrijd eigenlijk alleen de verschillen nog maar groter. Heerenveen hoeft steeds minder moeite te doen. Gaat dan ook lekker door. Hier het overstapje en daar staat Anas Tahiri. Hij stond nog niet op papier, maar nu dus wel. En dus staat het 12-0. Hier op aangeven van Halilovic, Ian Belen. Loopt daar ook gemakkelijk de verdediging eruit. En dan staat het 13-0. Er komt dan nog 1 doelpunt en dat is ook gelijk verreweg de mooiste. Anas Tahiri op nieuwkomer Mats Keulert. En zo is het publiek vermaakt. Staat het maar liefst 14-0. En was het een geslaagde avond met gezellige Koudum. Ja, het is altijd leuk om weer te voetballen. En zeker voor onze supporters. En ja, het is een goed begin. We weten dat het voor hun echt een belangrijke wedstrijd is. En voor ons is het gewoon om ritme te krijgen het snelste mogelijk. En ja, het belangrijkste is dat we gewoon ja, de ritme terugpakken en dat we klaar zijn voor de 5 augustus. Merk je dan ook ja, dat je vakantie hebt gehad? Of? Jawel, jawel. Na 20 minuten begon ik al een beetje moe te worden. Maar ja, we wisten dat het zo ging gebeuren. Onze lichaam is gewend aan dit, maar binnen een paar weken zal het veel beter zijn. We gaan ja, eigenlijk de hele maand nog de provincie in. Dit was de eerste. Ja, wel heel leuk. Hè? Veel supporters erbij en allemaal handtekeningen natuurlijk. Jawel, jawel. Kijk, vandaag. Ik kreeg alleen maar liefde van de jongeren.
En ja, het is altijd leuk om dat terug te kunnen geven, omdat heel het seizoen lang ja, supporten ze ons, gaan ze ja, overal in Nederland achter ons. Dus ja, vandaag is aan onze beurt om terug te geven. Vandaag 14 goals. Ja, welke was de mooiste? Ik denk dat ik hoef niet te antwoorden. Hè. Jullie hebben de wedstrijd gezien. Die van Mats was wel een heel mooie goal.